Hallo mensen, welkom weer bij een gloednieuwe video van Deep Rock Galactic. Ik probeer echt elke missie te doen. Ik probeer echt elke missie op te nemen die ik doe. En vandaag spelen we de allermakkelijkste missie ooit. 200 Morkites in de Crystalline Caverns. Letterlijk de makkelijkste missie ooit. Met één complexiteit en één langheid, zal ik het zo zeggen. Maar we spelen wel op Hazard 4. En de reden waarom je een makkelijke missie wil doen op Hazard 4... Is dat er een trofee is van een niet meer gewoon een missie complete op Hazard 4, maar missie complete op Hazard 4 zonder nog te gaan, denk ik, of zonder dood te gaan. Ik denk zonder nog te gaan en zonder een supply drop in te roepen. Dus daarom gaan we dit proberen te speedrunnen en we gaan proberen die missie te halen. Ik denk voor Hazard 5, zelfs Hazard 6. Wordt het echt heel moeilijk. Dus niks maakt uit. Geen goud. Geen lootbugs. Alleen de Morkite maakt uit. Ook geen Nitra. Want ik mag toch geen supply drop inroepen. Daar is al de eerste Morkite. Nice. En ja, je zou zeggen, ik kan toch. Ik heb een pickaxe customized. Je zou kunnen zeggen, je kunt toch je tijd nemen. Ik bedoel. Maar nee, want hoe langer je wacht, hoe meer waves er kunnen inspawnen, hoe meer kans dat ik doodga. Ik wil het niet riskeren. Waarom moet ik hier in gaan graven? Maar ja, maat is er ook, omdat gewoon... Waarom niet? Ah, ja. Ik bedoel... Nou ja. Misschien zou ik veel toevoegen, maar... Dit is al meteen onze eerste enemies. Ik wil echt damage avoiden. Oké, nice. Okay, ik ga echt alles negeren. Ik heb gewoon... En niet gewoon een Morkite. Bro! Als ik van deze Morkite pocket ga... Oh wacht, nee. Het is eigenlijk al een vette Morkite pocket. Kak. Hier waarom ik ineens in paniek schoot is omdat... Oké, deze gold is gewoon gratis, dus die pak ik wel even mee. De reden waarom ik even in paniek schoot is omdat ik een beest hoorde en ik zat hier vast in een hol. En die kan mij gewoon chippen. Dat gebeurt toch altijd. En ook geen side missie uiteraard, hè. Gewoon spieren. Dat is heel veel Morkite, nice. Bro. Wat ik niet wou wat er gebeurde, is gebeurd. Ik zat in een hol en ik werd gechipt. Ik word ook altijd met u en Maarten. Sowieso. Zo, wat valt er mee hier aan? Is dat zo'n klein beest? Pro Decent Galactic Player. Ja, geef Maarten in de kak. Ik wil meteen damage poppen als ik hier nog was gegaan. Oké, we hebben het al bijna. Het zou misschien easier worden dan ik had gedacht. Zolang een wave maar niet spawnt, dan... En dan is het voor te wenen. Ik had de maat er al te horen, man. Tuurlijk, kom maar naar horen. Oké, deze veen was echt nice. Misschien gaan we hierna wel een 5 proberen. Zou dat niet goed zijn? Want dit is. Ik ben ook in de assignment aan het doen, uiteraard, nu, hè. Ik ben nog geen assignment aan het doen, uiteraard. Maar ja, dat kan ook niet, want anders moet ik niveau 4 spelen op een veel te moeilijke missie. Dus, ja, de assignment verder zetten voor een andere keer zijn. Maar ja, anders is de video te kort als het van een leien dakje afloopt. Dus, ik kan misschien toch nog iets doen. Voor de mensen die het niet weten, zag je die gaten daar? Ik ga niet te veel naar kijken, want ik moet doordoen. Maar vroeger die gnoepas wist ik totaal niet wat dat was. Maar dat is eigenlijk gewoon een enemy nest van zo'n hele kleine beestjes. Dus als je free kills wilt, moet je daar gewoon even op schieten. Maar ja, ik wil niet free kills. Ik wil gewoon... Nog 87 Morkite. Allee, hoezo vind ik het hier niet? Meestal heb je zo in de allerlaatste kamer. Van een Morkite missie zit er heel veel Morkite. Allee, meestal is het gewoon altijd zo. En ook heel veel alpaca blooms. Bro, waar is de Morkite? Ik dacht dat is één cave complexity. Bro. Kak! Dat baby nest is toch precies. Oh, dat ding daar. Brute Nexus. Knal die toch gewoon eens. Ja, weet je wel.
Bro. Vraag me echt af wat een Morkai is. Wat is dit hier? Oh ja, dat is mijn magazine. Ik dacht al. Heb ik iets gemist of zo? Of gaat dat dirtpad? Gaat dan nog verder naar een nieuw stuk? Want als we nog gewoon één of twee veins vinden, dan zijn we klaar. Ik moet gewoon zien dat er geen wave begint, want als mijn emmer opgeraakt, ja. Dan is het, hè. Dan is het zo. Want ik kan Funny. Niks... Wat? Funny. Mijn emmer is nog niet op, hè, Maarten. Jammer. Maar als, ik kan geen supply drop inroepen. Dit is eigenlijk gewoon de Iron Man mode van... Deep Rock. Want, ah, kak! Bro! Nee! Ik mag niet nog gaan. Ik mag niet nog gaan. Hoeveel damage die dingen? Oh, ik zie jullie poging 2. Oké, okay, we zijn aangekomen bij poging 2. En deze keer spelen we als Engineer. Engineer, zijn meest gelevelde class is level 28. Met de vorige prestige opgeteld, dat doe ik al. Vaker een kak, ik heb mijn... Ik heb deze rare gun aanstaan. Ook al ben ik vrijwel zeker dat ik dat niet heb gedaan. Ach ja. En trouwens, er is blijkbaar een trofee. Voor 4, niveau 4 missies, na elkaar te completen. Zonder te falen natuurlijk, want ja, anders is het niet complete. En er is een missie voor dingetje te doen zonder droppot. Niet zonder droppot, dat zou een beetje heel onmogelijk zijn. Zonder resupply en waar er niemand down gaat. Dat is wat ik de vorige keer ook heb gezegd. En die is blijkbaar heel zeldzaam, maar 0,8% van de mensen hebben die. Maar ik denk, als ik gewoon kan blijven proberen, dat ik dit kan. Want, soms zeggen mensen tegen mij dat ik meer een grinder ben. En dat ik niet echt iemand ben van skill, maar gewoon iemand van veel te spelen. Ja, ik wil ook eens even wijzen dat ik ook kan skill hebben. Toch Maarten, jij weet dat wel, hè. Chill. Jij zult niet wel niet veel weten van skill. Kom maar. Het is echt een zilveren ogen. Jij weet even goed als mij... dat als ik echt had gespeeld... Want, allee, er is geen enkele keer waar ik naar beneden ben gerengd, hè. Dat weet je toch ook? Nee, ik ook niet. Ja, als ik gewoon meer had gespeeld, als ik een goestingen had, had ik toch wel hoger rank gehaald. Dat weet jij toch ook? Dat kun je wel zeggen. Jij hebt zelf toegegeven welke rank dat je zegt dat ik verdien. Goud. Max. Ja? Maar hoog goud zeggen. Niet liegen, hè, Maarten. Ik kan niet durven, man. Bro. Wat is dit? Al te laat. Yeah. Ben niet down aan maken. Nog niet. Wat? Dat ik nog niet down ben, dus de missie is nog niet voorbij. Ik heb gewoon AP verloren. Okay, ik denk dat ik hier gewoon naar boven moet gaan. Ah ja, wacht, ik heb geen. Toen liet dat ik als score dat ik engineer heb gespeeld, maar ik zeg dat de engineer is gewoon een hele leuke class. Kan ik alsjeblieft springen? Oh, ik heb gewoon ook mijn ability geactiveerd. Want de engineer, de reden waarom ik die in het begin heb gespeeld, dat het ook mijn eerste promotion was, is omdat ik had opgezocht which class is the easiest to play solo. En dat was de engineer. Oeh. Okay. Als dat niet de engineer was. Wat als dat niet de engineer was? Had ik iemand anders gespeeld? Had ik hem altijd geklept? Dan was het gewoon raar geweest. Hoezo? Ja. Hoezo is dat raar geweest? Je weet niet zo hoe we aan het praten zijn eigenlijk. Maar nee, dan gaan we aan het praten. Ik heb dat opgezocht en toen kwam dit eruit. Ah ja. Ja, zeg. Ja, ik weet niet. Een bom of andere tip. Bro, tip. Als je de bommers neerlaat, moet je altijd eerst ook... Bro! Bro, nee! Hoezo? Ze doet dat even een damage! Derde keer. Goeie keer. Gelukkig zijn de Crystalline Caverns bij altijd open met altijd van deze... de easiest missie ooit. En ik heb nu mijn shotgun. Ik heb hem aangezet. Oké.
Dat is goud, maar zoals... Allee, you don't care. Care ook niet over Nitra, dus lootbugs al helemaal niet. Ik wil gewoon deze missie completen, zonder nog te gaan. En zonder... En zonder een supply drop in te roepen. Oké, ja, eigenlijk, waarom zit ik hier nog? We hebben gewoon de Morkite nodig, dus dat betekent dat we die kant op moeten gaan. Ik zie die mooie ster links beneden. Inderdaad. Deze ga je ook als promo geven. Dat is mijn allereerste promo... Promovatie? Ook nog één ding. De vorige keer heb ik de missies gewoon meteen geaboard nadat ik wist dat het niet meer ging lukken, onze challenge. Voor de trofee. Dus ga ik dat niet meer doen. Want... Er is ook een trofee voor vier... Nu zijn de fossielen wel makkelijk te vinden, hè? Allee. Er is ook een trofee voor vier level 4 missies na elkaar te completen. Maar dat maakt niet uit hoe ik het dan doe. Je moet het gewoon doen. Dus als ik even focus op deze challenge en ik speel gewoon alle missies uit, dat ik denk dat ik wel kan, dan kan ik er nog een ander trofee uit gaan halen. Oké. Okay. Had ik geen Morkite gevonden. Ik denk dat de engineer ook altijd degene is waar ik de meeste upgrades in heb. Oké. Okay. Even terug gewoon worden dat ik een dikke grenade launcher heb. Je moet ook vooral zien dat mijn HP niet naar beneden gaat, want dat is de enige manier om heldkristallen te vinden. Hè. Ik kan geen spider op inroepen. Oké, okay, kom aan, hoe is dat hier geen. Oh, bro. Deze gun hier ook snel. Altijd geen Morkite. Daarvan ga ik ze killen, maar daar Morkite. Onze eerste. Het zal veel dat niet zijn, het is echt een kleine veen, maar... Oh, daar is nog. We zitten eindelijk in Morkite terrein. Als ik afspraak nodig heb, ik heb gewoon 200 Morkite nodig. En ik moet kunnen ontsnappen zonder dood te gaan. Moet niet zo moeilijk zijn. De enemies die ik nu al heb geklept, waren echt niet moeilijk. Nee, ik haat deze dingen zo hard. Geen AP, ze hebben mijn AP. Verkleind. Ach ja, het is maar een heel klein beetje en ik zal nog wel toch tenminste één heldkristal vinden. Ik kan echt veel mineralen meenemen met mijn engineer. Ah nee, wacht, als met een scouter ik echt er heel veel mee kan meenemen. Nee, deze bommer heeft mijn vorige run geëindigd. Ik haat deze bommer. Ga dood! Niet op mij ontploffen! Ja, nice. De vorige keer had hij mij... Weet je nog de vorige keer toen hij mij had gekild? Voor mij is al even geleden, maar voor jullie is er maar één clubje. Away. Oké, okay, 56. Weet je waarom ik dat twee keer heb gezegd? Oké, okay, we moeten moven. Ik denk dat het gewoon nu tijd wordt om nog eens een... om nog wat verder te gaan haken. Oh, kakje de schout! Dat kan ik eigenlijk niet laten liggen. Dit is ook voor een trofee, oké? Okay? Het moet. Dit goud moet ik gewoon even meenemen. Molly, please kill ze even voor mij, Bosco. Bro. Ga ik al genoeg hebben voor deze ammo? Ik ben niet eens zeker. Wat zeggen? Kak! Kak! Hoe is dat hier? Veel kak. Ja, enorm veel. Oh jongen, was ik echt bijna dood. Please laat hier even een heldkristal achter zitten. Ik heb het nodig. Ah, ik heb nog wat aan mijn turrets, oké. Okay. Die kunnen ook altijd werk doen als er een swarm komt. Dan ga ik zorgen dat ik zo min mogelijk zelf moet schieten. Turrets en Bosco. Ja, over swarms gesproken. Bro! Is hier nog ergens een heldkristal? Ik wil tenminste nog een heldkristal vinden voordat ik hier... Ik heb de high ground samen in turret. Oké, okay, nice. Huh? Echt, ik heb twee kon neerzetten. Nope. Oké, okay, ik dacht ook dat was twee. Kijk, een bommer. Ik ben dood.
Oké, tot de volgende. Oké, poging 4. En ik heb de vorige keer, dus het vorige clipje, ik heb dat uitgespeeld. Het is me gelukt. En ja. Mijn hoop voor het ooit te kunnen doen. Zonder knock te gaan. En zonder vooral de tweede. Zonder een resupply in te roepen. Dat is gewoon onmogelijk. Dat is echt heel moeilijk. Echt belachelijk moeilijk. Ik heb vorig potje twee resupplies in moeten roepen. We waren echt punt dat ik gewoon letterlijk geen ammo had. Dus ik ga nu gewoon al een beetje niet aan meenemen voor als ik dan. Voor als ik nog ga en ik moet sowieso een potje uitspelen, weet je, dan kan ik dat ineens doen. Oké, okay, maar blindness is natuurlijk de Morkite. Oh, dat was Hollowmite. Ah, dat is een side objective, die had ik weten niet haken. Ik denk niet dat mij ooit gaat lukken. Ah ja, en ik moest ook nog een paar andere dingen doen, maar ik ben vergeten. Ik heb een perk en die heet Iron Will. En dat zorgt ervoor dat je jezelf kunt reviven één keer als je nog zit gegaan. Ik had hem weer niet aangezet, want ja, ik ga mezelf toch niet moeten of kunnen reviven. Hoezo? Kan ik hier al door? Oké, we hebben meteen onze eerste enemy. Oké, nu is de vraag, hoe kan ik dit zo ammo-vriendelijk oplossen? Als je snapt wat ik bedoel. Ga er een beetje op knallen. Bro. Oké, dit was heel ammo-vriendelijk. En dat was niet sarcastisch. En ik kan bijna meteen vette Morkite veins vinden. Zo dicht. Niet zo dicht, zo snel in de cave. Dus ik kom die niet ermee nemen. Voor als dingen toch verkeerd lopen. Kom, maar dit is ook letterlijk de standaard makkelijkste missie ooit. Als ik dit nog niet eens kan op niveau 4. Allee, ik kan het wel. Op niveau 4, ik heb het vorige potje bewezen. Wel niet op camera, maar ik heb het gedaan. Als ik dit nog niet eens kan, zonder een supply drop in te roepen, zonder nog te gaan, ik bedoel, dan ben ik toch gewoon de biggest noob. Oké. Molly! Molly volgt me wel, ik weet eigenlijk niet waarom ik die had geroepen. Oké, er zijn veel HP-kristallen. Zodat ik ooit op die manier terug moet. Ik zie daar al een beest. Ik zei, we moeten kogel efficiënt werken. Maar hij is nu al weg. Bro, het is te eng. Kom maar hier, waar blijft Bosco en Molly? Ah, Bosco is hier al. Tuurlijk. Oh, Bosco heeft deze guy al gekillt. Hopelijk die ook. Ik ga echt... Ik moet ammo efficiënt werken. Ik moet ammo efficiënt werken. Ik heb geen... keus. Ik ga die inner pearl niet oppakken. Even deze guy killen. Sorry. Ik kon die niet wel zoiets oppakken. Maar ik zag hier nog ergens... Morkite. Ah, hier. Bro. Ik hoop dat die onderste goed is. Ja, oké. Oké, dit is meteen een hele hoop Morkite. Echt. Ik denk gewoon dat het vooral gaat om geluk. Ik heb de skill niet om dit bij een normale missie te doen. Dus ik moet... belachelijk veel geluk hebben. Dat moet gewoon. En ik moet heel zuinig zijn met mijn ammo. Ik kan niet meer praten. Vorig potje op niveau 4, dat was heel moeilijk. Ik had een bijna echte challenge opgegeven, maar kom aan. Ik moet dit toch kunnen. Hoe ga ik ooit dan dikke deep dives completen? En gewoon niveau 5. Ja, oké, we hebben niet erin nodig. Moet ik niet vergeten. Oké, nu nog dubbel zoveel morgen als we nu hebben. Dan kunnen we weg. Oké, ik hoor iets wat mij niet echt aanstaat. Oké, veel grunts. Niet precies zo slecht. Ik ga mijn platforms gebruiken. Ah nee, wacht! Ik weet niet of ik die upgrade heb aanstaan dat mijn platforms goed zijn voor enemies. Oké, we moeten onthouden. Ammo efficiënt. Bosco en turret het werk laten doen. Wat?
Een Crisis Detonator! Bro, wilt je dat ik letterlijk doodga? Dat is misschien wel het slechtste wat ik om kon vragen. Een Bulk Detonator. Die guy staat bekend als een Team Wiper. Hoezo was dat een kill? Wat ik zeg. Ammo efficiënt. Ik haat... Als het nu nog een Crisis Detonator was... Als het een standaard Bulk Detonator... Dan had ik nog een beetje een hele hoop fout. Ah ja, ik kon toch niet minen. Dus eigenlijk was dat erger geweest. Maar er is ook een trofee dat je zo moet participeren in killing zo een paar detonators, dus... Ik ben niet echt aan het werken, man. In een wave... In een wave kan ik niet anders. Oh, maar dit ding... Oké... Nee, nee. Nee, nee, ik mag niet knocked gaan. Ik mag niet knocked gaan! Broer, deze guy ontploft gewoon. Oh, kak. Oké, ik zie jullie bij de volgende poging. Voorlaatste poging. Want als ik deze nog niet haal en ik speel de missie uit. Volgende haal ik nog niet en ik speel de missie uit. Dan heb ik een trofee van 4 level 4 missies naar elkaar te doen. Weet je? Ik zal daar ook wel blij mee zijn, maar ik vind het wel heel spijtig dat ik gewoon zo slecht ben. Okay. Ik ga toch niet aan die vergeten, want dat is mij de vorige keer wel gesaved. Maar het is gewoon onmogelijk. Ik ben de vorige keer, hè. Nadat ik die ene keer was nog gegaan. En dan ben ik in de volgende fight. Ik ben nog eens nog gegaan. Ik heb 2 supplies inroepen. Waarom? Zo moeilijk. En ik denk, ah ja. Ik ga gewoon met mensen spelen die ook die brokken lekker spelen. Maar dat gaat niet. Want hoe meer mensen in je team zitten, hoe meer damage die beesten doen. Dus... En hoe meer mensen zijn, hoe groter ook de kans dat er wel één iemand knocked gaat. Ik bedoel, en van alle mensen die ik ken die dit spel hebben, ben ik, allee, ver uit de hoogste level. Allee, het is nog een Hollow Might missie. De vorige keer heb ik een side missie, had ik gecomplete. Dus, hoera. Oké, maar ik ben aan het denken, wat kan ik nog doen? Want ik kan level 4 missies doen. Ik kan het. Ik bedoel, ik heb de vorige 2 missies is het al gelukt. Het is gewoon met nog die extra challenge erop. Voel ik me wel eens gewoon een beetje slecht. Oké, waar is de eerste dirt? Nergens te bespeuren. Ik weet niet dat ik hier al ben geweest. Allee. Ben ik wel al geweest. Waar is dan de eerste dirt? Dat is wel gevaarlijk, maar ja. Hier? Als ik hier al niet de eerste dirt kan vinden, is het hier? Bruh. Nu kan ik op die flares gaan wachten, hè. Hier ben ik al geweest. Waar is de dirt? Hoe kan ik verder gaan in deze cave? Waar is de dirt? Letterlijk, er is gewoon geen dirt. Is er letterlijk geen dirt? Nee. Niet goed, hè? Oh, ik zie daar brokken. Ik zie daar spetters. Ben ik er zo voorbij gelopen? Of is het over? Nee, is dat van de... Ah, nee, wacht, hier is het. Oké. Gelukkig heb ik een hele hoop platforms. Altijd kijken waar ik naartoe moet gaan minen. Het is deze kant op. Maar nu, ik wil verder gaan met mijn plague assignment, want deze video wordt echt heel raar opgenomen. Ik ben deze video echt lang geleden beginnen op te nemen, en ik heb daar tussendoor ook nog andere video's gemaakt. Maar nu kan ik niet stoppen met dit op te nemen, want ik zit nu al op een streak
Bro, wat was dat? Bosco, you are the best. Wat? Bro! Waar heb ik ook level 5 mensen gestaan of wat? Ja, ik zie jullie bij de volgende poging. Ik was van plan om deze missie gewoon even rustig af te maken, want er is letterlijk een meteoor. Ingestort. Ingevallen. Kan ik hier iets mee doen? Request rock cracker pots. Waarom ook niet? Ik bedoel, dan ben ik eigenlijk al mijn streak als ik nu doodga. Dan moet ik alles opnieuw mee doen. Dan stop ik er wel mee hoor. Is het toch veel voor een andere keer. Okay, maar dit ga ik wel even opnieuw. Ik ben wel benieuwd, wat is dit? Ik heb nog nooit een meteor gekregen in dit event. Moet ik het gewoon met... Waarom moet ik het connecten? Toch... Ah, daar. Nee! Bro... Ik haat swarms. Kom aan, ik hou gewoon even deze coole meteor. Oké, dit is ook gewoon... kabel. Bro... Kan ik die hier niet meer verbinden? Oké, okay, nice. Haak niet zo heel veel uit, want er komt al een dikke swarm. Bro, waarom ging je ineens zo traag? Misschien gebruik ik nu een andere wapen als de vorige keer. Gewoon turret. Gewoon die exploderende beest altijd. Huppatee. Even concentreren. Ik ga even rustig opnemen hoe dit event werkt, maar... Dat is niet slim. Ik heb niet eens genoeg nitra voor een... supply pot. Oké, dit is normaal het allerlaatste. Kan ik misschien niet al verder gaan met deze kabel? Ik weet totaal niet waar deze kabel moet eigenlijk. Oh, hier. Bro. Connect. Oké, okay, maar... Zou ik dit wel doen? Yo, what off? Ik heb even officieel gedaan. Moet ik alles repareren? En dan... Maar waarschijnlijk gaat er nog, ik weet niet hoeveel bugs op mij afkomen terwijl ik het probeer te doen, hè. Zoals bij elk event. Maar ik wil dit toch gewoon eens doen. Weet je, dit is ook nieuw in het season. Ik heb het nog 0 keer gedaan. Oké. Okay. Oké, okay. Leuk. Ik had al voorspeld. Ik moet een turret eigenlijk reloaden. Fuck. Ik zie, oké. Okay. Huh? De missie gaat nu al falen, want mijn rockcrackers zijn gewoon kapot aan het gaan. Oh, wacht. Bro! Waarom krijg ik ook dit net op 4? Ja jongen, we detecting a jam. Ik weet het. Hoe fix ik dit? Oh, het is daar! We hebben al eigenlijk heel veel AP eraf. Dus kom. Crack die even kapot. Dus ik weet ze misschien nog kan uitspelen.
Dan ga ik misschien permanent switchen naar niveau 4 missies. Maar ik weet niet of ik er al te goed voor ben. Ga weg, exploders. Oké, nu ben ik ook wel benieuwd wat ik ga krijgen als ik dit hier. Als ik dit hier Oh, ik kan het maintainen, nice. Als ik deze hier krijg, wat zou ik dan krijgen? Dat is toch ook zo? Ze zijn toch safe, jongen? Oké, het is bijna kapot. Ik ben benieuwd. Waarom maak ik het eigenlijk kapot? Want hier zit toch ziektes in? Of niet? Zit hier een corona in? Wat is dit? Hey! Dit is cool. Ik krijg hier gewoon 3 plague hearts bij. Oké, hier krijg ik toch al sowieso iets van, ook al faal ik de missie. Oh, 4 plague hearts. Wat ze doen? I don't know, maar... Oké, ik ga deze missie verder afspelen. Ik zie jullie bij onze laatste poging dan. Dit is... laatste keer proberen. En ik ga het nu anders doen. Ik ga nu, een eigen missie doen. Je zou misschien denken, Bokas, dat deze missie aanloopt, dat is ook de makkelijkste. Nee! Want eieren kun je eigenlijk belachelijk snel vinden. Even snel wat Nitra. Voor als het toch faalt, weet je, kan ik de missie toch nog completen. Want dan heb ik de andere missie. Oké, kom even naar hier, mule. Come on. Dus de vorige missie is ook geslaagd, dus ja. De trofee komt. Ik ga een trofee halen deze missie, ik ben er zeker van. Misschien wel 2 als ik geluk heb. Oké. Het is een hele hoop Nitra. Oké, nu. Gaan voor die eitjes. Maar het ene probleem is wel, eitjes kun je wel snel verzamelen. Maar als je een ei pakt, daar komen meteen enemies op je af. Kleine swarms. Maar hoe zijn er zoveel enemies? Ik heb wel veel eieren, kom aan. Ik heb de Slayer Stout, dus mijn charged pickaxe shot gaat echt heel snel. Die charge echt heel snel. Dus daar ga ik ook zeker gebruik van maken. Weet je wat? Hier zit het ei. Er zit hier geen ei. Oké, hoort je dat gebrul? Vroeger geldt dat betekent niks. Nu ik op hogere difficulty speel, weet ik. Enemies. Nee. Ik mag niet zo'n swarm worden als de vorige keer. I am not taking any chances. Nu is al 1/4 van de missie eigenlijk gedaan. Wel als nog een swarm komt. Allee, Bosco. En dit is dus het probleem. Ik geef mezelf nog 1 swing. Nou, dat is genoeg geweest. Die swing heeft eigenlijk niks gedaan. Nee. Nee. Nee, dit is mijn laatste kans. Ik geef mezelf unlimited swings. Er gaan echt zoveel enemies komen elke keer als ik een ei kapot maak. Nee, kapot maak als ik een ei pak. Dan toch... Maar hoezo komt er nu een oppressor? Kill this dude. Kom even af voorbij. Als dit er komt, elke keer. What the hell? Als dit er komt, elke keer als ik een ei ga nemen, bro, dan zit ik hier constant te fighten. Dit is gewoon voor de zekerheid. We zijn al teruggekomen bij de dood. Excuseer. Ik heb geen eigen pakken, dus ook geen wave. Dus voilà, ik ga maar allemaal heel braaf doen.
Zoals Mogaf jullie heeft geleerd, de ene keer dat je in een nether voor is gegaan met Iron Armor. Aha. Is het cap? Eerlijk, is het cap? De fans moeten het weten, maten. Is het cap dat je dacht dat je Dito nu ging redden? Nee, dat is geen cap. Ik dacht dat je Dito nu ging redden. Oké, de enemies zijn weer hier. En I don't like... I don't like it. Dat is nog een ei. We hebben al 2 van de 4 eieren. Dat is goed, normaal hadden we, hadden we nu nog belangen hier de helft van de Morkite. Oh, waarom heb ik niet meteen aan eieren gedacht? Dat zijn altijd de freeste missies. Kom, kom, kom. Molly, niet treuzelen. Kom, pop het ei er gewoon in. Oké. Okay. Hier, waar hebben we nog een ei? Nog, ja, kijk eens niet om aan te kijken, Cyril. What was that? Ik wil echt zoveel mogelijk schieten. Ik heb nog wel wat kogels in mijn shotty. Dus ik ga nog even wat knallen. Oh, hier is zo'n jongling. Oh, ah! Nee, nee, nee. Nee, ik mag niet dood. Dit is het potje, ik mag niet dood. Nee, 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 oké. Okay. Nog één ei en we zijn letterlijk hier weg. Als ik dit haal, heb ik 2 trofeeën. Eén daarvan 0,8%. Andere niet zo zeldzaam, maar nog altijd. Dit is eentje dat skill nodig heeft. En tijd. En geluk. Ook heel veel geluk. Kijk, dat is een kakka ei. Niet, ja, ga ik nu de ei verzamelen. Kunnen hier weg. Chop de ei. Kom naar hier. En dan zijn we hier gewoon weg. Misschien gaat het mij gewoon lukken. Maar kom aan. Need your full support. Kijk al die gunkseeds. Ik ga ze niet pakken hoor. Pak dat ei, pak dat ei. Nee, geen swarm. Net als er een ei is. Nee. Nu kan ik ook niet ontsnappen, want... Er zijn te veel enemies. Waar heb je dat ei gedropt? Hier. Kom maar hier, Molly. Nee, ik heb hier echt geen zin in. Maar deze swarm kan ik nooit overleven. Ik ga gewoon nu al call for the drop pot. Ik heb nog geen enkele swarm overleefd. Op zo'n moeilijke difficulty. Ik moet gewoon weg. Ik moet gewoon weg. Ik zeg het 2 keer. To really emphasize the mood. Oké, de drop pot is dichtbij. Als het me gaat lukken, ik ga zo blij zijn. Als het me niet gaat lukken, ik ga zo stressen. De drop pot is echt heel dichtbij. Molly. Waar zijn je? Nee. Nee. Volg Molly. Oké. Okay. Bro, dit zou zo'n coole finale zijn met de video, maar als dit zou mislukken, zou ik zo sad zijn, want de dropper is echt super dichtbij. Lijkt maar 40 meter. Bro, 2 trofeeën in 1 missie, 2 trofeeën in 1 missie. Het hier is de dropper. Ik ga het gewoon halen. Enemies, als je me nu nog knocked maakt, hè, ik verwijder die bro. Bro, laat mij letterlijk gerust. Droppot, gaat je nog open? Open! Ja! We hebben het gehaald! Oké, okay, jullie gaan de trofee niet in het scherm zien verschijnen, maar... Ik ga zien. Het is gewoon gelukt. Ik ben nulke down gegaan. Ik heb geen supply drop ingeroepen. Dit is... Oké, Employee of the Month. Dat is al de eerste trofee die binnenkomt. En de tweede. Like a well-oiled machine. Dit is de perfecte finale voor deze video. Ik wou een trofee doen. En als dat niet lukt, dan deed ik een ander trofee. Ik heb ze gewoon allebei. In 8 minuten 19 seconden.
letterlijk 900 geld. En maar dit is niet dat ik speel, maar dat maakt niet uit. Dit was het potje van mijn leven. Oké, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie bij de volgende. Oh, ik ben zo blij.